Het is razendspannend. Nog een paar majestueuze klappen voor Kjell Knuis. 1-0-7-99. Hier staat. Ja! Hij doet het! Kjell Knuis, Olympisch kampioen. Hoe kan het nou, denk jij, Yannick, dat heel Nederland zo gek is als die Olympische Spelen er weer zijn? En vooral op het gebied van schaatsen dan? Ja, vooral op het gebied van schaatsen. Ja, schaatsen zit ons in het bloed. Hè. Dat is historie. Veel water. De grap is al gemaakt door de mensen in Amerika dat wij op schaatsen naar het werk gaan. Dat heb je ongetwijfeld meegekregen. Dat wijgevoel is hartstikke leuk voor ons als land. En waar het hopelijk op termijn naartoe leidt, dat misschien toch weer meer kinderen nu toch gaan schaatsen. Maar laten we ook even eerlijk zijn, een beetje relativeren. Is het ook niet eigenlijk de enige sport wat we een beetje kunnen? Voor de rest kunnen we helemaal niks op die Olympische Spelen, hebben we er niks te zoeken. Is het ook niet een beetje overdreven hoe Sanne allemaal? Nee joh, nee, je moet het koesteren. Dat is hartstikke mooi. Er komt een heel goed curlingteam aan. Dus ik denk zeker over een paar Olympische Spelen. Curling, ja, jongens. Nee, ja, fantastisch. Ik ga zo meteen even op de schaatsen. Ik wil het goede voorbeeld laten zien. Ik wil ook als Nederlander blij zijn en meedoen. Heb je nog tips voor mij als ik de komende dagen natuurijs opstap? Ja, tuurlijk. Kleed je ten eerste goed en warm aan. Sta recht op je schaatsen. Zak iets door je knieën. Kijk goed vooruit, dus niet naar de grond kijken, wat nou, maar kijk een beetje in de verte. Ja, rustig ademhalen en er vooral van genieten. Dit is gewoon niet leuk. Ik zeg, oh jongens, jij doet het echt supergoed. Ja. Ik kan dit niet. Dan moet je gewoon meer oefenen. Het is ook een rotsport eigenlijk, maar je moet even door die pijn heen. En als dat lukt, dan is het echt hartstikke leuk. Dus je moet even volhouden nog. Is het ook op die manier dat Nederland zo goed is in die gouden plakken, door mentaal sterk? Dat denk ik wel, als je ziet hoe die jongens trainen en ook het kopje goed hebben. Ik vind het fantastisch knap. Hoe komt dat schaatsgevoel, die schaatskoorts nou, bij jou bijvoorbeeld? Ja, ik denk gewoon omdat met voetbal is het nu niet meer zo goed en zo. En met schaatsen juist wel. Ik denk dat iedereen daarmee meeleeft. Op een schaal van 1 tot 10, hoe schaatsgek bent u? Met de Olympische Spelen wat meer dan normaal. Dus? 8. Ik schaats nog ietsje lang eigenlijk. Maar ik ben er wel enthousiast over, dus ja, waarom niet? Maar lukt het dan wel? Ben je nog een soort wandelende tak? Nou, laten we het houden op dit moment nog een wandelende tak. Maar ik probeer beter te worden. Nou, het echte mooie is natuurlijk het schaatsen op natuurijs. Gewoon door de rietvelden heen en over dat strakke, zwarte ijs. Kan bijna weer. Misschien, volgende week. Ja, ik heb 1 dag vrijgehouden, dus ja. Dat is toch heerlijk? Lekker buiten, genieten, lange slagen, de kou om je oortjes. Kijk, dit is natuurlijk leuk. Maar als je echt door de natuur kan schaatsen, dan ja, dat vind ik echt het leukst. Wat voor gevoel geeft dat dan? Vrijheid. Maandag kan je, als het goed is, lekker buiten schaatsen. Echt? Natuurijs. Maar kan je het dan een beetje? Heb je het gezien net, of niet? Nee, je mag het wel een stukje. Ik ga een stukje met je mee, oké? Oké, top. En dan ga ik ook bij deze het item afsluiten, want ik vind wel, als je het eenmaal kan, ze wel lekker dat schaatsen. Ja, heerlijk. Superleuk. En we winnen allemaal gouden plakken. Ja, ook top. Is wel lekker. Oké, wij gaan een stukje schaatsen.